Ja, een mooie pot. Je zegt het een beetje cynisch, hè? Leg maar uit. Wat een draak van een wedstrijd, jongens. Een draak van een wedstrijd. Aan allebei kanten was het, Nou, er gebeurde gewoon heel veel. Er gebeurde wel heel veel. Het was best leuk om te zien. Dat geloof ik, ja. Maar die kansen, die drie wat we dan op het einde missen, die horen eigenlijk wel precies in deze wedstrijd. Ik vond het echt helemaal niks. Toch duurde het wel lang voordat die kansen weer kwamen. Want jullie begonnen volgens mij goed aan de wedstrijd. Ja, de eerste 20 minuten was volgens mij echt wel oké, ja. Alleen daarna, dan eigenlijk uit het niks ga je gewoon de hele wedstrijd een beetje aan het weggeven. Maar hoezo? Wat we veranderen zij wat? Geen enkel idee. Het gebeurde op het middenveld. Ja, met elke Jan hadden we al iets wat moeite. Stonden ze niet goed. Je zag Schöne de hele tijd in gesprek met De Jong. En volgens mij Joey Veerman te hoog. En waardoor er dus een ruimte ontstond voor Adekanje. Er was denk ik wel een probleem tussen middenveld en aanval. Wij wilden hoog druk zetten. En zij dachten, laten we eerst even de ruimtes overal weghalen. Daar was een beetje in de rust ook wat discussie over. Nou ja, dan hoe gaat dat? Vertel eens. Hoe gaat de discussie in de discussie van wat willen we nou eigenlijk? Ja. Gaan we nou terugstappen of gaan we nou vooruitstappen? Dat zijn twee gedachten. En dat zet je dan recht in de rust. De conclusie was terugstappen. En dat werkte wel, want jullie gaven eigenlijk geen kansen meer weg. En daarna geef je eigenlijk helemaal niks meer weg. Ja. Dus dan moet je Schöne en Tibor een beetje gelijk geven. Nou ja, ik heb ook voor de wedstrijd de vergelijking tussen jou en Kramer behandeld. En de koelbloedigheid, het scoren, 1-2 lopen. En dan krijg je twee prachtige kansen op het einde. Wat gebeurt er? De eerste maak ik gelukkig. Dan is het in ieder geval al gespeeld. Ja. Nou, de tweede. Hebben we daar beelden van, jongens? De twee, volgens mij hebben we hem wel, hè? Die kans. 100% penalty, of niet? Je krijgt een duw, maar. Maar precies op het moment dat ik hem. Op het moment dat jij wil schieten, en dat gebeurt wel eens vaker. En als moment je 11, volgens mij. Bent. Maar of het een penalty is. Ik weet niet of je het kan zien. Even bij, hoor. Ik ga even. Niet een penalty. Nee, geen penalty. Schwalbe. Ik ga graag te keren dat het penalty was, maar jongens, dit was te licht. Maar die tweede. Maar dit is wel precies het moment dat ik wil schieten. Nou ja. Maar dat is goed verdedigd. Ja. Maar die tweede. Vond ik dat jij dacht dat de ruimte tussen jou en de verdediger groter was. Dat je ietsjes inhield om te kijken. En op dat moment stapt hij erin. Dus op dat moment zet hij zijn voet ervoor, Eigenlijk die snelheid behouden, zodat je nog makkelijker Helemaal kan. Helemaal waar. Helemaal. Heel slecht van mij. Hé, maar Henk, je hebt weer gescoord. 3 punten. Het is gewoon een mooie avond. Het is een topavond, jongens. Genoten. En geen ruzie met de analist. Ook wel weer leuk. Lekker. Ja. Dat is ook wel eens lekker. Complimenten, heren. Complimenten. Okay. Dank je wel. Geniet.